Achteraf het meest besproken moment van deze wedstrijd is die handsbal. Hoe heb jij hem ervaren? Ja, ik heb hem nog niet terug kunnen zien, dus ik vind het... Ik heb hem nog niet teruggezien, dus voor mij een beetje moeilijk om, om echt een oordeel over te geven. Want ik stond redelijk ver weg, alleen volgens mij was het wel echt een heel discutabel moment. En het enige waar ik me wel een beetje over verbaas is dat op zo'n moment de scheidsrechter niet even zelf gaat kijken. En ik snap dat als het echt duidelijk is dat de mensen in de bus beslissen, maar als het zo lang duurde en zo onduidelijk was, dan zou ik zeggen ga even zelf kijken en beslis zelf. En dat deed hij niet helaas en dat was misschien achteraf wel een beslist moment voor de wedstrijd geweest, maar ja, helaas. Wat ik jou niet hoor zeggen is, het was een pingel. Ja, ik stond te ver weg dus ik heb hem nog niet terug kunnen zien, dus ik heb het hele moment nog niet gezien. En het enige wat ik wel gehoord heb van de jongens is dat hij hem echt gewoon met zijn hand meenam. Ja, het was een pingel. Oké, ja, dan, als jij het zegt, dan was het misschien. Maar nogmaals, ik verbaas me gewoon over dat de scheidsrechter niet even is gaan kijken. Wat vond je verder van de wedstrijd? Ja, veel mensen gingen er al een beetje vanuit dat jullie gehavend aan de strijd begonnen natuurlijk met de problematiek achter de schermen. Maar eigenlijk was er niet heel erg veel van te zien. Jullie hadden misschien weinig kansen, maar jullie stonden defensief aardig opgesteld volgens mij. Ja, voor ons was het op dit moment echt zaak om een antwoord te geven. En na zo'n periode die we gehad hebben, zo'n chaotische week, was het gewoon echt belangrijk om een antwoord te geven. En ik denk dat we dat als team vandaag hebben gedaan. En ondanks het resultaat, natuurlijk, je kan nooit tevreden zijn als je verliest. Maar voor ons was dit wel even een heel belangrijke wedstrijd om even uit een dalletje weer een stapje omhoog te zetten. En dat betekent niet dat we er nu alweer zijn, maar in ieder geval is het weer een stap de goede richting in. En daar moeten we voor beduren. Ik snap ook wel, kijk, je staat hier nou als aanvoerder, je krijgt heel veel mensen willen jou voor de camera hebben. En iedereen gaat aan jou vragen, ja, hoe zit dat nou precies en wat krijgen jullie daar als ploeg van mee? Stap je dan ook al een beetje zo de bus in? Of ja, dat je hierheen gaat en dat je denkt, fuck, ja, dan krijgen we dit weer, dit gezeur. Nou ja, weet je, uiteindelijk is iedereen mens. Dus iedereen voelt zulke dingen ook. En ik denk dat wij als spelers, en trainers waarschijnlijk ook, maar iedereen binnen de club wel gewoon zichzelf ook heel, heel verantwoordelijk voor deze situatie voelen. En ik persoonlijk ook. En ja, aan de ene kant is dat gewoon echt ja, voor ons kloten, maar aan de andere kant ja, dat gaf misschien ook weer net even die extra boost om te zeggen van we moeten echt laten zien dat wij gewoon de kwaliteit hebben wat iedereen zegt dat we niet hebben. Want ja, weet je, de man die iedereen gehaald heeft in de selectie is weggestuurd, dus dat geeft ook een signaal op wat ze mensen van ons vinden. Is dat zo van dat jullie je eigen bijna genoodzaakt voelen om nou ja, een beetje passief vuur en strijd te laten zien vandaag? Nou, ik denk dat dat bij NAC sowieso altijd wel geëist is. En ja, maar je zegt het zelf al, de man die je gehaald hebt. Ik bedoel, er zit toch iets van iets persoonlijks aan. Ja, nee, dat was gewoon iets wat wij in de afgelopen wedstrijden denk ik misten. En als we laten zien, zoals we vandaag hebben laten zien, dat we dat wel doen, dan zie je ook dat wij gewoon echt veel kwaliteit hebben. En dat is wat de afgelopen weken denk ik heel erg aan getwijfeld werd. En dat we niet goed genoeg waren, dat we niet genoeg kwaliteit hadden. En ik zie elke dag de jongens op de training. En ik weet dat wij genoeg kwaliteit hebben. Maar de eis is wel dat wij deze mentaliteit moeten laten zien. En als we dat niet doen, ja, dan gaan we het heel moeilijk krijgen. Maar als we dat wel doen, dan gaan we punten pakken. Zou je dan kunnen zeggen dat er hiermee, ja, ik snap dat het dubbelzinnig is, maar dat er ook een beetje mogelijkheden zijn voor een nieuw tijdperk dit seizoen? Voor een nieuw moment, even de resetknop indrukken, zo gezegd? Ja, laten we zeggen dat het in ieder geval een goed begin is. En nogmaals, het moet niet nou weer terugvallen. Dus we moeten hierop doorgaan. En dit moet de standaard zijn. En als wij dit elke week kunnen brengen, dan weet ik zeker dat wij die punten gaan pakken. Alleen, ja, we moeten het wel gaan doen. Dus er zijn genoeg woorden gezegd. Praten heeft geen zin. We moeten het nu echt gaan laten zien. En vandaag is een goede stap in die richting gezet.